Ik heb een hele leuke vraag die ik vandaag ga beantwoorden. En dat is, hoe maak je nou tijd om een boek te schrijven? Want hier bestaat zoveel verwarring over. Ik sta daar vaak zelf van te kijken en ik ben er zelf ook mega tegen aangelopen bij het schrijven van mijn eigen boeken. En aan de ene kant zijn we heel erg geneigd om er te makkelijk over te denken. En aan de andere kant om er ook veel te moeilijk over te denken. Hè, want het werkt niet zo simpel als gewoon zeggen, ja, ik heb hier een agenda en ik heb hier heb ik een uurtje tijd en daar heb ik een uurtje tijd en daar heb ik ook een uurtje tijd. Dus schrijf ik dan mijn boek wel eventjes. Dat werkt over het algemeen niet zo. Dan kom je echt in de meeste gevallen van een koude kermis thuis. Want dat boek schrijven wat niet alleen maar het delen van kennis is die voor jou al gesneden koek is. Het is zoveel meer. Het is natuurlijk een heel persoonlijk proces wat er gaande is op het moment dat jij jouw verhaal neemt en jouw expertise en alles wat daar nog bij komt kijken. De inspiratie die je door je heen wil laten stromen. Dat heeft een bepaalde energie van jou ook nodig. Dus een uurtje hier en een uurtje daar is over het algemeen, zeker wanneer je dat heel strak inplant, dat werkt over het algemeen niet. Want die inspiratie die laat zich in zekere zin niet forceren. Dus het laat zich wel faciliteren, het laat zich niet forceren. Dat is een belangrijk verschil. Wanneer het te moeilijk over wordt gedacht, dan hoor ik vaak, nou, ik moet gewoon een week op vakantie gaan. Wanneer heb ik tijd om een week in mijn eentje op vakantie te gaan? En dan schrijf ik mijn boek. Vervolgens, als het mensen zijn die dat ook daadwerkelijk gaan doen en dan zijn ze daar met die schrijfvakantie en dat voelt als een fantastisch idee. En dan valt het zo tegen om te schrijven. Dan valt het zo tegen, krijgen ze veel te weinig op papier. En dan is het natuurlijk, dat voelt dan als een teleurstelling. Ook daarbij geldt weer, schrijfproces laat zich niet forceren, wel faciliteren. Dus het is daarbij gewoon, eigenlijk, het is cruciaal om je onderwerp en het concept van jouw boek voor jezelf heel erg duidelijk te hebben. Ik heb zelf ook wel eens een weekend weggepland om te schrijven. Het lukte me gewoon niet. Ik heb een heel groot deel van wat ik toen heb geschreven, ik heb het er echt uitgeforceerd, heb ik weg kunnen gooien. Gewoon omdat het klopte gewoon nog niet. Dus wanneer je al verder bent in het proces van jouw boek, dan kan het een heel goed idee zijn om zo lekker een weekend of een weekje weg te plannen en dat echt te besteden aan het afmaken van je boek. Die eerste fase van een boek, die laat zich niet op die manier sturen over het algemeen. Die eerste fase, die heeft vaak veel meer nodig dat jij er op een rustig moment tijd en aandacht aan besteedt om het te laten ontstaan. Dus daarbij werkt dan de mindset van ik maak nu tijd en dan moet de zaakjes ik schrijven. Die werkt niet, want dat laat zich niet op die manier forceren. Je kan dat er niet uit pushen, je mag het uitnodigen. Dus hoe ik dat meestal doe, hè, want het is natuurlijk fijn om er een praktisch handvat bij te hebben. Ik maak halve dagen. En dat is voor mij persoonlijk, vind ik het fijnst om mijn dag daarmee te kunnen beginnen. En ik wil voor mezelf ook weten dat ik dan in de middag niet nog van alles hoef. Ik weet ook van mezelf dat ik niet de hele dag aan één stuk kan schrijven. Dan is mijn concentratie al lang weg. Dan is die flow er alweer uit. Dus en ik weet een halve dag, als ik die kan afkaderen, het begin van de dag, dus de eerste helft van de dag, dat werkt voor mij. Dat voelt goed. Dan ga ik lekker aan de slag. Dan ga ik schrijven. Dan floot die tekst over het algemeen wel uit. Zeker wanneer ik dan echt aanvoel in de ochtend van waar heb ik nu behoefte aan. Want ik weet dan, ik heb tijd gemaakt om te schrijven. Ik heb die hele ochtend om lekker aan mijn boek te werken. Dan ga ik eerst kijken, oké, voel ik nu al die inspiratie of die flow omhoog komen? Als ik bij mijn boek stilsta, dus niet als ik erover nadenk, maar als ik erop invoel, hoe voelt dat dan voor mij? Ben ik geïnspireerd? Merk ik dat er al iets in me opkomt wat ik echt zou willen delen? Is het antwoord daarop ja, dan open ik mijn laptop en dan ga ik lekker aan de slag met schrijven. Wanneer ik merk,
ik zit eigenlijk nog niet zo lekker in die flow. Ik merk dat het wat lastiger vindt. Ik heb ook al een filmpje gemaakt over de 10 minuten regel. Die zet ik in. Maar in het geval dat die 10 minuten regel voor mij niet werkt. En dat wil zeggen dat ik dus 10 minuten probeer in ieder geval iets aan mijn boek te schrijven. En ik denk van ja, ik krijg het gewoon niet uit. Dan ga ik bij mezelf ook na. Hé, wat heb ik nu nodig om wel in die flow te komen? En dat geef ik mezelf vervolgens eerst. En ja, ik heb dan, stel ik heb 4 uur ingepland. En de eerste 2 uur heb ik misschien wel nodig om mezelf tot rust te brengen. De inspiratie te laten stromen. Misschien is er eerst iets anders wat ik afgevinkt wil hebben. Misschien wil ik eerst lekker sporten. Misschien wil ik mediteren, breathwork doen, wat het ook is. Als ik dan die 2 uur dat heb gedaan en ik merk bij mezelf, en die tijd die staat er niet voor in, staat niet in steen gebeiteld. Als ik dat heb gedaan, ik merk, hey, nu zou ik best wel eens kunnen gaan schrijven. Dan open ik alsnog mijn laptop en dan ga ik lekker schrijven. En dan zie ik dat ik in die volgende 2 uur mega veel tekst op papier krijg. In het verleden dacht ik dan van, nou, ik heb maar 2 uur geschreven. Dus stel je voor wat ik in 4 uur kan doen. Ik kom nooit verder dan wat ik op een dag kan schrijven. Meestal in ongeveer 2 uur. En soms besteed ik er echt wel langer de tijd aan. Maar dat betekent niet dat ik meer schrijf. Of dat de kwaliteit van wat ik schrijf per se beter is. Meestal ben ik in blokken van 2 uur ongeveer heel erg geïnspireerd. Het kan zijn dat ik daarna nog een uurtje heb waarop ik lekker kan schrijven. En voor mij persoonlijk, voor mij, dat is niet per se voor jou te gelden. Voor mij is het dan wel klaar op een dag. En ik merk vaak dat ik dan de volgende dag weer even wat minder geïnspireerd ben. Soms ook juist wel, soms ook echt niet. Dus op die manier, daar hou ik daar rekening mee. Dus als ik maandag, dinsdag, woensdag zou inplannen om te schrijven, weet ik voor mezelf dat dat niet zo heel efficiënt is. Als ik maandag, woensdag en vrijdag inplan om te schrijven, dan heb ik er steeds een dag tussen, dan weet ik voor mezelf, oké, ja, dit geeft mij de grootste kans van slagen om mijn boek lekker te schrijven en om in die energie te komen. Want dan weet ik, wat heb ik nodig om in die energie te komen? En dat is ook eigenlijk het allerbelangrijkste. Wanneer je tijd gaat maken om jouw boek te schrijven. Is van jezelf weten wat jij nodig hebt om in een flow te komen. Wat heb jij nodig om geïnspireerd te zijn? Nou, ik zei het al. Zorg er echt voor, met nadruk. Echt, ik wil hier echt even nadruk op leggen. Zorg ervoor dat jij je concept helder hebt. Maak daar regelmatig de tijd voor om daar goed op in te voelen. Om eens te gaan schrijven met het concept wat jij hebt bedacht. Want op het moment dat jij voelt van, oh, ik kom er niet doorheen. Of de hele tijd rond blijft lopen met een gevoel van, er klopt nog iets niet. Dan krijg je die teksten ook niet uit. Dan mag je soms eerst even terug naar de tekentafel. Eerst even je concept als het ware opnieuw laten landen. Misschien wat wijzigingen in aanbrengen. Waardoor jij weer het gevoel hebt van, ja, klik. Nu klopt die. En dan kun je verder schrijven. Dat is een heel subtiel proces en dat heeft soms ook wat tijd nodig. Ik help mijn klanten er natuurlijk persoonlijk bij. Om dat makkelijker te maken. Om ze daar doorheen te praten. Om te brainstormen. Maar ook dan, soms heeft iets tijd nodig voordat het in iemand kan landen. Voordat het inderdaad klikt en jij weer lekker verder kan. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je te doen hebt. Zorg ervoor dat dat concept kloppend is. Daarna heb je pas meer te maken met het maken van een planning. Voor jouw schrijfproces. Om echt dat boek op papier te krijgen. Heb je dat helemaal heb je achterhaald wat voor jou werkt, dan kun je daarin meegaan. En voor de ene persoon is het voldoende om een ochtend in te plannen, een paar keer in de week, om dat boek te schrijven. De ander vindt het heerlijk om dat in het weekend te doen. Weer een ander die merkt dat hij 's avonds heel erg geïnspireerd is. En weer een ander die spreekt bijvoorbeeld klanten gedurende de dag en die merkt, dit is zo'n mooi voorbeeld, dat moet in mijn boek. Waarbij je dan even een korte notitie van maakt en het eerstvolgende moment, wanneer dat ook mogen zijn, dat je het dan gaat uitwerken voor je boek. En dat het er dan ineens lekker uitvloot zonder dat jij het specifiek had ingepland in jouw agenda.
Dus het is een proces. Kijk of je je daar wat meer aan over kan geven. We zijn vaak zo geneigd om de controle te pakken. En dat met het schrijven van een boek, wat eigenlijk heel intuïtief gebeurt, om dat ook te controleren in enige, in zekere zin. En je kan het een beetje sturen, maar ja, het laat zich niet helemaal in dat hokje duwen wat jij ervoor hebt bedacht. Het loopt altijd anders en daar heb je je aan over te geven, terwijl je heel erg eerlijk naar jezelf bent. Hè? Ben ik het aan het uitstellen of heeft dit inderdaad de tijd nodig die je nodig hebt? Hè, net als met Next Level, mijn laatste boek, op het moment dat ik dit opneem. Ik weet nooit hoeveel ik er nog ga schrijven. Maar met Next Level, ik heb in april 2021 had ik bedacht, nou, ik ga een weekend weg, ga ik eens eventjes een boek schrijven. Dat ging voor geen ene meter, want ik had het concept nog niet helder. Het duurde echt lang, ik heb er heel lang op zitten broeden. En pas in juli 2022, dus een jaar en een paar maanden later, toen pas klikte het echt. Toen was ik toevallig in Tenerife en ik had mijn laptop meegenomen en ik dacht, nou, wie weet, als ik zin heb om te schrijven, dan kan het. Dan heb ik in ieder geval alles bij. En ik dacht bij mezelf, nou, ik kan het wel eens proberen. Ik open het bestand en op dat moment vloog het er allemaal uit. En was het boek eigenlijk in no time geschreven en klaar. Want dat was in juli en volgens mij heb ik hem in augustus ergens. Was hij echt helemaal klaar en kon hij naar de vormgever toe. Dus het kan heel snel gaan en het kan ook wat langer duren. Soms is die aanloopperiode gewoon wat langer. En die mag je daar ook voor nemen. Dat wilde ik hierover meegeven. Dus ik hoop dat dit jou helpt om voor jezelf te bepalen wanneer je die tijd kan maken voor jouw boek. Echt uit te gaan zoeken, wat werkt voor mij? Want er is hier niet een zwart-witte handleiding voor van zo moet het. Je hebt echt uit te vinden wat voor jou werkt. En ik hoop dat mijn tips jou helpen om dat in ieder geval ook eens te proberen. Omdat het misschien voor jou werkt. Maar om ook de keuze te kunnen maken om te zeggen van nee, dit werkt niet voor mij. Ik doe het op deze manier, want dat vind ik heerlijk. Dus maak er ook een experiment van. Ik had er gisteren nog met een klant over. Wat heb je nou nodig om gedaan te krijgen wat jij gedaan wil krijgen? Zonder steeds weerstand of angst te ervaren. En dat was heel simpel. Meer gaan spelen. Ik denk dat dat ook met een boek zo ontiegelijk belangrijk is. Wanneer jij het ziet als experiment. Wanneer je het minder serieus gaat nemen. En gewoon er echt plezier in gaat hebben. Dan komt die tijd. Die maak je dan als vanzelf. In plaats van dat het voelt als het zoveelste ding wat ook nog op je bordje ligt. Wat je ook nog af moet maken. Nou, ik hoop dat dit helpt. Mocht je voelen, nou, dat concept van mij, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik weet even niet hoe ik hiermee verder kan. Het lukt me gewoon niet om het in mijn eentje te doen. Stuur me dan een berichtje. Via marinkabil.nl kun je kijken hoe ik jou kan begeleiden bij het schrijven en het uitgeven van jouw boek. Ik vind dat echt fantastisch om te doen. Dus als je denkt, nou, ik kan er echt wel wat hulp bij gebruiken, dan kunnen we altijd een keertje samen bellen om te kijken hoe we dat voor jou vorm kunnen geven. Dankjewel.